Zingen, acteren, de 12 overgebleven kandidaten kunnen vanmiddag voor de laatste keer de jury overtuigen waarom zij een hoofdrol moeten krijgen in de nieuwe tv-serie Koen Kampioen. Verhaal vertellen aan de hand van de steekwoorden die op die tv kwamen. Je moest scène uit je hoofd leren thuis, kreeg je gisteren op en dan moest je dat spelen. En ging het goed? Ja, dat ging heel goed. Bijna 300 kinderen deden auditie. Daarvan zijn er nu nog 12 over. Het is dan ook een lastige opgave voor de jury, want uiteindelijk kunnen er maar 6 meespelen in de nieuwe tv-serie. Waar letten jullie nu op als jury? Fantasie, inleving, creativiteit, nou ja, dat is wel een beetje bij hetzelfde. Of ze er echt veel plezier in hebben. Bij het schrijven van de Koen Kampioenboeken had schrijver Fred Dix uit Hengelo een beeld van Koen in zijn hoofd. Dat komt helemaal overeen, ja. Het wordt de echte Koen Kampioen, zoals we hem in gedachten hadden en... Dat gaat heel mooi worden. Aan het einde van een drukke middag neemt de spanning toe. Ja, die loopt nu wel op, ja. Ja, hetzelfde. Bij mij wordt het ook steeds spannender. Eén van jullie gaat zo meteen winnen. Zijn jullie dan nog wel vrienden? Zeker. De enige echte Koen Kampioen die de hoofdrol gaat spelen in Nederland. In de boekenserie van Fred Dix, geregisseerd door Annemarie Moren... In de aanloop naar het EK voetbal 2012 heet Sjors! Hoe voelt het? Heel goed. Ik weet het even niet meer. Had je het gedacht? Nee. Ik dacht dat ik met voetbal misschien iets beter was, maar dat hij met acteren iets verder was. Maar ja... Lukte gewoon. De zoektocht naar Koen Kampioen is vanaf juni te zien op TV Gelderland. De tv-serie is volgend jaar zomer te zien bij de AVRO. Ik ben Koen Kampioen. Yay.